Marco, hallo. Hi. De film Wit Licht, je filmacteerdebuut. Ja. Je hebt hem gezien, neem ik aan. Wat vond je er zelf van, om zo naar jezelf te kijken? Nou ja, dat was natuurlijk nieuw om op deze manier naar jezelf te kijken. Maar ik moet wel eerlijk bekennen dat, ondanks dat het mijn debuut is, dat ik vind dat aan de bovenkant zit het resultaat van de verwachtingen die we ervan hadden. Zowel inhoudelijk gezien als hoe de film geworden is, zeg maar als film. En ja, ik ben gewend kritisch naar mezelf te kijken, maar ik vind dat we zeker voor Nederlandse begrippen een hele bijzonder aangrijpende film hebben gemaakt. Oké. Maar je bent natuurlijk wel gewend om ook gewoon met clips een soort van te acteren. Op het podium zijn ook wel een beetje te acteren. Wat is het essentiële verschil voor jou nu in die film te spelen en het zien ernaast? Het gekke is dat, kijk, Eduard is Marco niet. En ik ben heel erg gewend om vooral mezelf te zijn. En dat is toch wel een wezenlijk groot verschil. Want ja, Eduard doet dingen die ik als Marco nooit gedaan zou hebben. En toch ligt het karakter wel ook dicht bij me. Omdat hij uiteindelijk besluit hij dingen te doen die niet in zijn karakter liggen. Door toch actief op zoek te gaan naar dat kind. En dan stijgt hij eigenlijk boven zichzelf uit. Dan blijkt hij meer te kunnen dan dat hij zelf dacht dat hij toe in staat was. Daar liggen wel parallellen. Maar de routine waar ik als zanger op kan vertrouwen, dat is toch als acteur heel anders. Ik heb me kwetsbaarder moeten opstellen dan dat ik dat ooit gedaan heb. Ik heb dieper moeten gaan dan dat ik dat ooit gedaan heb. Het was daardoor heel veel moeilijker als ik verwacht. Ik moest meer afleren dan. Ik moest natuurlijk ook veel bijleren, maar vooral ook veel afleren. Wat moest je afleren bijvoorbeeld? Nou ja, de vanzelfsprekendheid, ik ben altijd Marco. En je wil nou juist niet dat mensen naar Marco gaan zitten kijken. Dus je moet de typisch Marco dingen dan niet doen. En je hebt een karakter die in feite nog geen verleden heeft. Dus je gaat vrienden verzinnen die Eduard gehad heeft. Je gaat hobby's verzinnen die hij gehad heeft. Je gaat karakterseigenschappen uitdiepen. Dus dat betekent dat je een hele zoektocht begint naar wie is Eduard en hoe denkt en hoe reageert hij. Hoe ademt hij, hoe slaapt hij, hoe loopt hij. Maar kan je dan iets, want je zegt net van de dingen die ik normaal doe, die Marco altijd doet. Wat is het meest typische wat jij altijd doet in je optredens? Nou ja, ik kan het beter uitleggen aan de hand van het feit dat, kijk, Eduard is zo verteerd door het verdriet van het wegvallen van zijn vrouw, is dat hij eigenlijk niet registreert dat het slecht gaat met zijn zoon. En dat is iets wat mij als Marco nooit zou overkomen, waar ik zo keen en zo alert op ben, is hoe gaat het met je kinderen en nooit je eigen verdriet laat prevaleren boven dat van je kinderen. Dus daar verschillen we wezenlijk. Ja, Eduard die neemt ook zijn op een gegeven moment in de zoektocht. Zullen we helemaal even teruggaan naar de rol van ja? Je speelt Eduard in de film Wit Licht. Kan je misschien vertellen van wie je bent en wat voor rol? Ja, je ik speel Eduard Zedewijk in de film. En dat is een vader die een man die een goedlopend restaurant heeft in Afrika. Samen met zijn vrouw. En op het moment dat zijn vrouw op een tragische wijze wegvalt, wordt het leven zwaar voor hem. Het restaurant raakt in verval, het contact met zijn zoon verwaterd en vertroebeld. En dan wordt ook nog eens een keertje, hij is eigenlijk bijna van plan zijn kind naar een tehuis te doen. En op dat moment wordt het beste vriendje van mijn zoon gekidnapt en opgeleid tot kindsoldaat. Nou, de moeder van dat zoontje, dat werkt in de zaak bij Eduard. En hij merkt dat de enige manier om het respect voor zijn kind terug te winnen is door actief op zoek te gaan naar dat kind. En hij ontdekt dan dat eigenlijk omdat het feit dat het een zwart kind is, niemand zich erom bekommert. En om het respect van zijn zoon terug te winnen gaat hij actief op zoek naar dat kind. En heeft een naïeve gedachte dat ja, ik boks dat wel voor elkaar. En raakt dan betrokken bij het conflict in dat land, in een politieke situatie waar hij op dat moment ook geen raad meer weet. En dan wordt het uiterste van hem gevraagd. En dan moet hij letterlijk en vuurlijk boven zichzelf uitstijgen. En dan wordt het soms wel echt te veel.